Klaar. Dan is het Jermiel Samuel die de leiding pakt in deze halve finale 200 meter. Natuurlijk hier om haar titel te verdedigen. Jermiel Samuel. En Tasa Yeya daarnaast. Jermiel Samuel, zij pakt de ticket voor de finale. Tasa Yeya gaat met haar mee. We kijken naar de tijd 23:18. De tijd voor Jermiel Samuel en Tasa Yeya 23:55. Karin van Zijl, zij finisht in 24:32. Ja, Lieselore, dat belooft een prima finale te gaan worden met Lieke Klaver, Femke Bol, Jermiel Samuel, allemaal rond die 23 rond. We kijken er wel naar uit. Zeker, morgen dus die finale.